Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe vlog. Ik ben Mark en vandaag ga ik thuis wat dingetjes opnemen en ik ga misschien nog eventjes magneet vissen. Geniet ervan. Ik heb net een video bewerkt. Omdat mijn computer niet meer echt goed werkt, kan hij dus ook niks downloaden. Het uploaden gaat heel langzaam, dus daarom ga ik hem resetten. Ik wil dus nu muziek eronder gaan plakken, maar dan moet ik dat eerst natuurlijk kunnen downloaden. En dat gaat dus al niet. Dus dan doe ik het dit keer zonder muziek. En dan hopelijk de volgende keer is het weer met muziek. Oké mensen, ik sta hier nu op een plekje bij het water. Het is gewoon echt bij het dijk, in the middle of nowhere. Ik moet even kijken waar ik loop. Ik heb mijn zaklamp van mijn camera, om eventjes mezelf goed te kunnen laten zien. En ik hoop dat ik hier wat kan vangen. Ik ga ook een beetje laten zien dat ik wat ga vangen, hopelijk hier. Hier achter mij, heel klein beetje, kan je de sloot zien. Maar we gaan dus eerst eventjes magneet vissen en dan ga ik kijken wat ik heb gevangen, ja of nee. Ik heb op de meest rare manier met mijn fiets even gauw een soort van statief gemaakt. Ik heb namelijk deze tussen mijn spaken gedaan en mijn licht gewoon bij mijn zadel. Ik ga nu mijn eerste worp doen, als ik weet met mijn... Oh, hier. Hier is mijn magneet. Ik ga de eerste worp doen. Deze camera laat ik gewoon aanstaan. Hij is misschien onscherp omdat er niet zoveel licht bij is. Maar daar komen we gauw genoeg achter. Ik knip wel gewoon alles eruit en dan zie ik jullie wel gewoon wanneer ik beet heb. Oké mensen, ik heb hier eventjes gezeten, een paar worpen gedaan. Maar ik heb helaas niks gevangen. Ik ben ook even die kant op gegaan en die kant op. Ik heb heel vieze handen, dus ik ga zo snel mogelijk naar huis. En dan vind ik het mooi geweest voor vandaag. Bedankt allemaal voor het kijken naar deze video. Bedankt dat je mogen meneer reageren. Ik ben thuis aangekomen. Ik heb niks gevangen met magneetvissen. Maakt niet uit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Klik naast mij op de knoppen. En dan zeg ik doei mensen.